So 1A final to go, we have a break, and then of course the junior finals and the B finals of this Saturday evening, the Rotterdam qualification meet. We are ready for the last A final of this evening, the women's 200 meter individual medley. Lane 8 for VZC, Silke Holkenborg. Lane 1 for Belgium, Zinke Delcommun. Lane 7, finalist, European Juniors of Belgrade, for the Swimclubben Neptun, Lisa Nistrand. Lane 2 for Spain, Africa, Zamorano Sanz. Lane 6 for Spain, Paula Juste Sanchez. Lane 3, the silver European medal winner for PSV, Marit Steenbergen. Lane 5 for Austria, Lena Greundel. And lane 4 for Spain, Emma Carrasco Carens. This is the final of the women's 200 meters individual medley. The opening first 50, Lena Greundel, 28.49, she's the fastest. Second position is for Paula Juste Sanchez, and third position for Emma Carrasco Carens. Carrasco Carens now in the lead in 101.27. Greundel in second, Steenberg in fifth. Third position for Paula Juste Sanchez. For Steenberg, she has the Dutch record. She won 209.16 in the 2023 season. And this time is the eighth time in the world on this 200 meters individual medley. Steenberger coming up now. She is in third position at the 150 meter point, and the 139.52 is the time for Emma Carrasco Carens, the in-between time. And it's, well, faster than the personal best for Emma Carrasco Carens. With a strong second 100 meter for Steenbergen in lane number 3. She's coming up and she is going for the win. There's the touch. Steenbergen in 2:11.45. Again, Olympic qualifying for Steenbergen. Second, Carrasco Carens, third, Lena Greundel, but the win is again for PSV, Marit Steenbergen.
Nou, twee keer op een avond Olympisch limiet zwemmen. Hoe is dat? Ja, heel gaaf natuurlijk. Heel blij dat ik hier gewoon onder de limieten kan zwemmen. En dat ik gewoon kan laten zien dat ik dat niveau nog steeds heb. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja. Neem ons even door de race. Want we waren 100 meter onderweg. En toen dacht ik, wat gebeurt hier? Ja, volgens mij begon ik een beetje slordig. Ja, mijn start was niet helemaal lekker. Die rugcrawl liep niet helemaal goed. Zag ik inderdaad dat ik best wel ver achter lag. En ik weet wel dat ik moet hebben van de tweede helft, maar dat was niet helemaal scherp. Ja, maar je kwam fantastisch terug met een hele sterke tweede 100 meter. Ging je naar de winst in naar 2:11:45 en daar komt hij aan. Ik ga even je handen vrijmaken, mogen we hem nog een keer aan je geven. Het Olympisch limiet voor Marit Steenbergen.